bent Peter Olaf? Ik ontvang geen mensen. Wij zijn bezig met een reportage over professor Otto Terlinge. Wij zouden graag een reactie van u willen hebben op het feit dat hij de grote prijs van de stad Euringen heeft gekregen voor zijn baanbrekend onderzoek. Ja, maar we kunnen nu toch moeilijk terug. Daarna nog niets op hebben gevonden. Die fotomitrailleurs. Journalisten. Vroeters, dat zijn jullie. Een mens denkt wat hij denkt. Je weet wat je weet. Meneer Olaf, klopt het dat u de wetenschap definitief vaarwel hebt gezegd? De wetenschap, die weet nog helemaal niets. Professor Terlinge, die heeft gezegd dat ik, u... Ik val niemand lastig, niemand valt mij lastig. Laten we dat zo houden. Nee, jullie kunnen niet meer weg. Daar kan je slapen. Morgen moet je weer terug. Ik wil niet in de krant. Ik zie het al staan voor op jullie kerstnummer. Professor gek geworden in de Ardennen. Nee, dankjewel. Meneer. Hallo. Ja, spreekt u Nederlands? Natuurlijk. Wij vroegen ons af, heeft hier vannacht een zekere Nora ten Haven gelogeerd? Ze is samen met Hans. Hans, ik weet de achternaam niet, maar een lange jongen. U bent de ouders. Ja, ik mag dit soort informatie eigenlijk niet aan u doorgeven. Oh, maar het is in orde hoor, we hebben er zelf hier naartoe gestuurd. Ja. Ze is op zoek naar de vader. U bent niet haar vader. Jawel. Ja, ik,
ik ben haar vader, maar... er is ook nog een andere vader. Nou had ik u gebeld. Want ik heb ook een tweepersoonskamer bij u gereserveerd op de naam Ten Haven. Oh ja, dat klopt. Kamer 32. Ja. Met uitzicht op de heuvels. We hebben een heerlijke foyer met open haard. Alsjeblieft. Nou maar, dit is het hotel hoor, ik weet het zeker. Hier zijn ze. Ze hebben vannacht niet in het hotel geslapen. Ze hebben waarschijnlijk in de heuvels overnacht in een of andere cabane. Wat? Maar maakt u zich niet ongerust, dat gebeurt hier vaak. Tegen de middag zijn ze terug en dan komen ze gezellig bij u zitten in de foyer met de openheid. Openheid. Ja, dit is trouwens mijn vrouw. Nieuwsgierig? Jullie hebben nog een lange tocht voor de boeg. Is die andere al wakker? Jij denkt dat daar alle antwoorden liggen? Nee, kind. Daar liggen alleen maar meer vragen. Een wonder, zei de priester. Goedemorgen. Ik ben op zoek naar een meisje, Nora ten Haven. U bent de andere vader? Nee, ik ben helemaal geen familie. Maar ze logeert hier dus. Ik maak dit soort informatie uit... Ja, maar u zei daarnet dat u haar kent. Haar ouders zijn ook gearriveerd. Ze wachten op haar in de foyer met de open haard. Ze zal vanmiddag wel terug zijn met haar vriend. Ze maken een wandeling in de hut. Nou, ik heb een kamer gereserveerd. Otto Terlingen. Uit Nederland. Wat een kleuren. De kleuren van de natuur. Van God. Die heeft van alle schilders het meest gedurfde palet. Ik zou van Gogh niet jaloers zijn geweest op God. Een Bavink, een romanfiguur, die schilderde honderden keren de zonsondergang. Hij kreeg het maar niet goed. Hij zei, God is overal, behalve in het schilderij van Bavink. Titaantjes. Meskio. U heeft een ongeluk gehad 20 jaar geleden. Ik heb daar artikelen over gelezen. Kon ik de mensheid niet meer onder ogen komen. Ik zit hier goed. Ik doe niemand kwaad.
Laat mij maar met rust. En wat doet u hier dan? Wacht op de dood? Nadenken. De hele dag. Al 20 jaar. Dat kennen journalisten niet. Die krijgen meestal maar 1 dag om na te denken. De volgende dag liggen hun bedenkselen weer in de kattenbak. 20 jaar nadenken? Alles. Mijn grote liefde is dood. Zij die van mij hield. Dood. Daar denk ik aan. Zou ik nog van haar hebben genoten? Van haar en de kinderen. Spelend. Opgroeiend. Eigen levensleiden. Wat werd mij allemaal afgenomen? Alles werd afgenomen? Juist. Zonder reden. Er was geen enkele reden voor het ongeluk. Uw vrouw... had niets met dat ongeluk te maken. Maar zij reed die auto, toch? Ik heb daar foto's van gevonden. U zat op de bijrijdersplek en u bent naar buiten geslingerd. De priester hier zegt dat het Gods schuld niet was, dat wij verantwoordelijk zijn voor onze eigen daden. Mijn vrouw reed uitstekend auto. Het was een stille weg. Geen zuchtje wind. Geen mist. Geen regen. Er was geen reden voor dat ongeluk. Uitgewist. Uitgegumd. Afgenomen door hem. Door hem persoonlijk. Ken je Job? Job werd ook alles afgenomen door hem. En Job had hem voor de rechtbank willen dagen. Als er een hogere macht was, dan had Job een zaak aangespannen en zijn bewijzen geleverd. Maar helaas... hij was en is de hoogste macht. Zo werd Jobs aanklacht tot opstandigheid tegen hem. Hij met zijn rechtvaardigheid. Als alles wat je lief hebt dood is. Eén dochtertje heeft dat ongeluk overleefd. Haar heb ik de ellende van haar bittere vader bespaard. De kerstroos. Helleborus Niger. Eigenlijk is nieskruid. Ongelooflijk, de wil waarmee die groeit. Kijk, op een rots, nauwelijks zon, nauwelijks water, die blijft maar leven. Hij is prachtig. Zij was verliefd op die bloem. Wie? Zij. Mijn kleine Nora. Terlinge die krijgt deze week een prijs uitgereikt voor zijn onderzoekswerk en dat kan niet. U moet die prijs krijgen. Dat doet er nou niet meer toe. Dat doet er alles toe. Voor mij niet meer. Ik ben daar niet ijdel meer. Einde interview! Het gaat niet om ijdelheid. Het gaat hier om de waarheid. Hans gaat erover schrijven. Een half uur langer hebben we niet nodig. Nee, ik wil het niet. Maar de waarheid is... De waarheid! De werkelijkheid. Mijn bloemen bloeien, wij mensen sterven. We doen wat we kunnen, meer kunnen we niet. We doen wat we kunnen. Nou, wegwezen jullie. Ik heb niemand om hulp gevraagd, dus bemoei je niet met mij. Ik vond niemand lastig. Ik ben niemand iets schuldig, zeker jou niet. Misschien moet je maar eens ophouden met Job te lezen en eens wat verder bladeren. Waarvoor? Het wordt kerst, verzoening. Verzoening! Verzoening met wie? Met hem?
Als hij zich nou verzoent. Ik heb hem mijn kind geofferd. Waarom heb je niet gewoon gezegd wie je was? Hans, hou op! Als je dat gedaan had, dan had hij je nooit kunnen wegsturen. Hij heeft me niet weggestuurd, hij heeft me geofferd. Was u een collega van Peter Olaf? Ja. Een zeer nauwe collega. Ik wil hem graag nog eens ontmoeten. Ik wil hem vertellen over mijn vorderingen. En u? Wij zijn niet uitsluitend omdat we het thuis niet meer uithielden. Mam? Grote Haven, we hebben hem gevonden. Hij zit er boven in de cabane. Vooral Nora heeft met hem gepraat. Oh, is hij doorgegaan met zijn onderzoek? Is er een laboratorium daarboven? Wat doe jij hier? Gaan we plotseling tutoyeren? Herkende me niet eens. Jij speelt mooie Hendrik met het onderzoek van Peter Olaf. Voor mij ben je niet meer dan een vuile oplichter. Er is helemaal geen lab. Hij heeft een soort van kwekerij. Hij heeft een kerstroos. Hij heeft die gekweekt op een rots. Een kerstroos? Ik moet hem spreken. Er zit daarboven een man vol zelfverwijten opgesloten in de cabane. Omdat zijn gezin bij een auto-ongeluk aan gruzelementen ging. En weet u wat ik denk, meneer Terlinge? Dat u daar meer van weet. Dat u veel meer weet dan u ons heeft verteld. De avond voor het ongeluk hebben we doorgewerkt. Wat ga je morgen publiceren? Waar heb je het over? Iemand belde van dat medische tijdschrift dat ze jouw artikel deze maand afdrukken. Oh, dat? Dat we de sleutel tot spontane celdeling hebben gevonden? Hoe haal je het in je hoofd om zulke nonsens te verkondigen? Het laboratorium van Kulik in Washington gaat deze maand ook publiceren. We moeten ze voorblijven. Publicaties zijn belangrijk voor de financiering van het onderzoek. Maar we zijn nog helemaal niet klaar om te publiceren. Dat artikel wordt gepubliceerd. Of je het wil of niet. Dan is onze samenwerking ten einde. Ga weg. Het laboratorium stond op mijn naam. Het was dus niet ik, maar hij die moest gaan. Een enorme fout, ik besef het. U heeft hem eruit gezet? Die publicatie was van levensbelang. U heeft hem uit het laboratorium gezet? Zijn vrouw heeft haar werk opzij geschoven voor dat onderzoek. En hij is nauwelijks bij de chemotherapie van zijn zoontje geweest. Ons hele gezin draaide om dat onderzoek en u zette hem eruit. Onverenigbaarheid van geesten. Nou, ik kan niet anders zeggen. Waarom gaat u niet gewoon weg? U bent hier niet welkom. Het spijt me. U kunt met uw spijt misschien maar beter naar Peter Olaf gaan. Ja. En vraag me dan meteen hoe je verder moet met je onderzoek. Anders lijkt het me toch heel vervelend aannemen, zo'n prijs.
Een dappere meisje. Waarom kunnen we niet zeggen, en nu is het genoeg? Peter kan geen vrede vinden, omdat hij zichzelf zoveel te verwijten heeft. En jij bent de enige die hem daarbij kan helpen. Zijn enige overgebleven kind. Ik heb van alles geprobeerd, mam. Hij zit opgesloten in zijn eigen woede en niemand die hem daaruit krijgt. Een beetje vertrouwen. Hoe dan? Mam, hoe dan? Als ik dat wist, lieverd, had dit allemaal geen 20 jaar hoeven duren. Ja, er zijn veel hotels in de buurt. Maar dit ligt centraler. Het was ongeveer rond kerst. Ja, 20 jaar geleden, zei je, hè? Het is goed dat je die dingen bewaart. De familie Olaf. Betaald en gereserveerd vanuit Nederland. Nooit aangekomen. Oké. Dankjewel. Alsjeblieft. Dag, ja. Het blijven Hollanders. Waar is Nora? Jeanne brengt even naar boven. Kind is dood op. Ja. Ja, dan ga ik ook maar slapen. Wat rusten. Ja, wat rusten. Hans. Je kunt toch zelf een laboratorium beginnen? Maar wat, mijn lieve lieveling, we hebben geen geld. Hij heeft alles op zijn naam staan. Ik heb mij nooit met de boekhouding bemoeid. Dan lenen we geld. Van vrienden, van de bank. We verkopen het huis. We kunnen zuiniger leven. Je laat het er toch niet zomaar bij zitten. Kom op, zeg. Het ziet er moe uit. Zal ik zo even rijden? Thank you.
kinderen naar bed gebracht, maar het is hier zo donker op die gang. Ah. Maar er brandt toch een lampje? Ja, ja, maar ik kom net uit het licht. En ik ben nachtblind, dus de familie kwaad. Wacht eens even. Zeg dat nog eens. Ik ben nachtblind, dat is een familiekwaal. Nora! Nora! Luister, ga zitten. Zo is het gebeurd en niet anders. Je vader raakt zijn laboratorium kwijt. Je moeder besluit om er 3 dagen tussenuit te gaan naar de Ardennen. Hoe weet je dat? Beneden bij de receptie staat de reservering nog. Je vader is doodmoe. Hij kan niet meer rijden. Dus je moeder neemt het stuur over. Maar zij is nachtblind. Nachtblind, dat was zij dus ook. Maar ze denkt dat het wel gaat, ze doet het voor hem. Na Luik is de weg onverlicht en ziet ze niks meer. Er is geen zuchtje wind of nat wegdek nodig. Ja, wat moet ik daar nou mee? Weet je vader dat ze nachtblind was? Dat het totaal onverantwoordelijk van haar was om te gaan rijden. Weet hij dat? Weet ik niet. Lieverd, luister. Ze is wellicht de beste moeder die er ooit op deze wereld heeft rondgelopen. Maar zij is schuldig aan dat ongeluk. Niemand anders. En jij moet hem dat vertellen. Niet hij, niet God, niet de Belgische wegen. Nee, zij is schuldig aan dat ongeluk. We gaan met z'n tweeën, goed? Misschien wil hij nu wel praten. Hans? Van die balieman dat de linie is vertrokken. Ongetwijfeld naar Peter Olaf toe. Wat nu? Laten we hem achteraan gaan. Ik pak de spullen. Ja. Hoi. Ah. Hoi. Hey, de linie is al naar Peter toe. Wij gaan er nu ook heen. Oh, wat kunt u ontbijt? Ja, nou, ik heb nog wat chocola. Ja. Nou, nu het alsjeblieft om die chocola. Neem hier een pak croissants mee. Dan pak ze even in. Wat koffie. Hallo. Mogen wij een thermoskan koffie? Pap. Hier. Luister. We gaan niet terugdenken. Je bent zijn dochter. Je hebt het recht om dingen te weten en te zeggen. En als hij niet naar je wil luisteren, dan zeg je maar tegen hem dat ik beneden in de vallei heb hem mag. Karel. Nee. Je hebt de rechten. Niet alleen hij. Jij ook. Ja? Nou, de man heeft 20 jaar bovenop die heuvel gezeten. Tijd dat hij er een keer afkomt. Ja. Nou, vooruit. Ja? Ja, dat is het. Sterk, hè? Hans? Tom. Ik dacht al dat jij de volgende zou zijn. Peter Olaf. Wat is dit? In je glazen beslagen. Bloemen. Al wat groeit en bloeit en ons dagelijks weer boeit. Teleurgesteld. Ik had gehoopt dat je verder zou zijn gegaan met je onderzoek. Maar je bent bolkweker geworden, zie ik. Jij mag mij geen verwijten maken. Hoe groot is die prijs eigenlijk? 1 ton? 2 ton? 1 miljoen? Het geld gaat naar het onderzoek. Onderzoek? Welk onderzoek? Heb jij wat ontdekt? Ik heb spijt voor wat 20 jaar geleden gebeurd is.
heb jij spijt ontdekt. Het onderzoek stokt. Ik heb je nodig. Kijk, een kerstroos. Ent hem op een rots en kijk wat hij doet. Hij schreeuwt om leven. Hij zoekt een uitweg uit een hopeloze situatie en hij verandert zichzelf. Met een ongelooflijk overlevingsdrang ontwikkelt hij extra wortels die vocht op een andere manier opnemen. Een plant zonder zonlicht, zonder aarde. Hoe heb je dat in leven weten te houden? Jij zou voor het kankeronderzoek eens wat beter naar dat signaal van overleven moeten kijken. De oplossing ligt misschien in de genetica. Niet in je stoel achter je elektronenmicroscoop, maar in je achtertuin. Peter, misschien kunnen we tot zaken komen. Nee. Ik heb net als die kerstroos andere wortels gekregen hier. Nou, ik had je toch gezegd dat je hier niks te zoeken hebt. Mijn collega wilde nog wat foto's maken. Ik had jou toch weggestuurd? De aanhouder wint. Wint? Wat? Wat wint de aanhouder? Een interview met Peter Olaf. Dat de grote geleerde van zijn eenzame berg afkomt. Ga weg, ga daar weg! Waarom? Dat is niet voor jullie. Niet voor jou, niet voor dat krantje van je, niet voor de wereld. Het beste is dat je dit vergeet. Ik besta niet meer voor jullie. Wat is dit? Zelfverwijt of zelfmedelijden? Dat ze dat jou toch allemaal hebben aangedaan, hè, terwijl je zo goed was voor de mensheid. Wie geeft jou het recht om mij te oordelen? Wat heb je eigenlijk gedaan al die afgelopen 20 jaar? Heb je al die tijd geprobeerd je vrouw vrij te pleiten? Maar het heeft geen schuld, dat heb ik je gezegd. Dus nam je eerst zelf de schuld maar op je. Maar ja, dat is een beetje moeilijk vol te houden. En toen, God, daar ben je een stuk langer mee doorgegaan. Het is Gods onrechtvaardigheid. Zij was een bijzondere vrouw. Zij heeft haar eigen leven opzij gezet voor mij. Waarom antwoord ik jou nog? Ben ik jouw antwoord schuldig? Ja. Zij is midden in de nacht achter het stuur gaan zitten, terwijl ze wist dat ze nachtblind was. Zij nachtblind? Het was haar schuld. Ze kan zo bijzonder zijn, maar zij had nooit achter dat stuur moeten gaan zitten. En nu is zij dood. En Bram en Helene en jij bent over en je dochtertje. En daar zullen jij en je dochtertje mee moeten leren leven. Dat kan niet meer. Wat kan niet? Van der Houden? Tegen haar zeggen, jij bent mijn dochter? Ik weet niet meer waar ze is. Toen was ze 3. Nu is ze 23. En ze is jouw kind. Zwelgen in je verdriet, hè? Dat mag. Je zoekt troost bij Job. Maar waarom niet bij je eigen dochter? Wat ben jij nou voor een vader? Ik heb geen antwoord. Nachts bied ik om antwoord. Ook hij geeft geen antwoord. Maar jij moet die antwoorden geven. Jij moet zeggen, waar is mijn Nora? Heb je nou nooit eens beseft hoe alleen ik me heb gevoeld? Thank you.
hebben het er zo meteen over, oké? Ik ga eerst. Zijn. Gaan we dan nog een keer iets leuks doen? Ja! Kom op. Die zijn nog boven. Maar ik heb daar niets meer te zoeken. Ja, sorry, ik moet helaas weg, hoor. Drukke bezonjes in Nederland. Marloes Nachtblinds. Het was een prachtmens, je moeder. Alle drie trouwens. Ze hadden alles voor een ander over. Ook hun eigen levens. Daar hoefden ze niet eens over na te denken. Dat ze hebben gehouden van een driftkop als ik. Maar juist van een driftkop zoals jij. Jij hebt net zo goed voor hen geknokt als zij voor jou. Het was niet hun drieën en wij tweeën. Het was ons vijven. Je bent zo Helene,
Zo wijs. Wacht. Ik wil jou wat geven. Hier, voor jou. Gedichtjes van Helene. Ik ken ze uit mijn hoofd. Het zijn voor jou. De kerstroos, dat is Nora. En Nora, die is wit. Ze heeft haar neus van voren, terwijl ze daar zo zit. Denk ik, daar is mijn Nora. Een zusje hartedief, van achteren naar voren. Ik heb haar ook zo lief. Mijn eigen Nora. We moeten gaan.